Ik ben Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie, voor de Eerste Kamerfractie. Ik ben 36 jaar, getrouwd, woon in Gouda, samen met mijn man en onze kinderen. Op dit moment ben ik Eerste Kamerlid. En dat betekent eigenlijk dat je voor de ChristenUnie kijkt naar wetten. Eigenlijk beslis je dan van, nou, dit gaat ingevoerd worden of niet. En hoe ingewikkeld een wet ook is, altijd weer even terug van, wat betekent dit nou voor mensen? Als student was ik fractiemedewerker in Utrecht. Een jaar later werd ik tot mijn schrik en vervolgens blijde verrassing lijsttrekker in Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb daar 7 jaar in de gemeenteraad gezeten, mooie dingen mogen doen. Toen ben ik jurist hier bij de Tweede Kamerfractie geworden en heb vooral met Gert-Jan Segers veel samengewerkt. Daarna ben ik hier in de Eerste Kamer gekomen. Ik ben heel druk geweest met mensenhandel in Utrecht. Probeer ik hier ook voor te zetten in de wetgeving rondom prostitutie bijvoorbeeld. Dat je mensen niet in de knel wil hebben, maar bevrijd wilt zien. Dat je criminelen wil aangepakt zien worden. Dat vraagt gewoon jarenlang volharden. En uiteindelijk weet je ook wel voor wie je het doet. Als ik dan kijk in mijn werk, dan is het ook wel dat je daardoor ook extra oplet van wie zijn de verliezers. Je kijkt naar de mensen die bij zo'n wetsvoorstel horen. En dan merk ik ook dat wat ik hiervoor heb mogen doen, bijvoorbeeld in Utrecht als raadslid, dat het ook echt bijdraagt in wat ik hier als senator verder kan brengen. De Eerste Kamer heeft haar eigen relevantie. Ze toetst een wet op een andere manier en dat is belangrijk, want wetten moet je niet in één klap aannemen, maar dan moet je zorgen dat er goed naar gekeken wordt. Verhoudt het zich tot de grondwet, tot de verdragen die we hebben? Dat is iets wat de Eerste Kamer grondig en gedegen, maar ook vol overtuiging doet. Het is Jezus volgen en het is met de talenten die je hebt en gelukkig met een fantastisch team. Dus dat je met elkaar ook zo zoekt van wat is het beste voor Nederland. Mensen kunnen niet direct op de Eerste Kamer stemmen. Hè? Je hebt op de Provinciale Statenverkiezingen, dan ga je je stem uitbrengen. We hebben op dit moment 3 van de 75 zetels. Maar als iedereen meedoet, zit die 4e zetel er echt in. Ik heb gekozen voor de ChristenUnie, omdat ik het een partij vind waar de mensen echt staan voor het opkomen voor iedereen die in de knel zit. Ik kan de voorbeelden noemen van ChristenUnie-politici die zich daar ontzettend hard voor maken en ook zorgen dat er daar echt wat gebeurt. Dat is de reden dat ik met heel veel plezier bij de ChristenUnie actief ben.